De champagne staat koud. Het feest kan beginnen, want Geertje is binnen. Meneer Jeweling, kunnen we misschien nog een kleurstukje kaas eten? Vandaag ben ik bij de vrienden uit hier. Joling. Joling thuis. We gaan een beetje in rook op, zie ik nu. Ja, het is een beetje een kleine vlog geworden deze week. Dat komt ook omdat ik de hele week tv op heb genomen. Verschillende programma's opgenomen voor de Maassinger. Al wat een jaar, dus het is een beetje druk. We hebben één avond na de Maassinger nog gezellig bij mij doorgezakt. Daar ziet u wat beelden van hier op deze vlog. Voor de rest is het een heel rustig vlogje geworden. Ja, het is wel heel druk, alleen ja, ik mag bepaalde beelden nog niet laten zien. Maar goed, daar gaat het niet om. Toch leuk dat je kijkt. Nou, ik heb vanavond hier gezellig een borreltje met de productie van de Maassinger en alle panelleden, want we moeten straks een spot opnemen hier in Aalsmeer, dus dat is wel heel prettig. En dan gaan we hier straks lekker een borreltje drinken, dus ik heb het een beetje gezellig gemaakt. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik ben wel trots op mijn tuintje hoor. En natuurlijk, de tuinman hebben dat gedaan, hè. Michiel en Veron, die hebben wat dingen allemaal keurig neergezet. Kijk, hier bijvoorbeeld heaters. Nou, de druiven zijn niet te... Pardon. Dit jaar, tafeltje. Nog een tafeltje, stoeltjes, nog een heater. Nou, gezellig met plantjes. Hier nog een seat. Een partijtje die het weer doet. Hier nog wat kaas in. Nou, de verlichting brandt al. En wat hortenses, oftewel hortensia's. Nou, hier nog prachtig gekregen ook van de dochter van de tuinman, want die werkt in hortensia's. Ik ben daar natuurlijk heel blij mee. En ik ben natuurlijk ook heel blij met mijn krokodil en mijn leeuwen. En mijn hortensia's. En mijn zonnebedjes. Nou, het wordt vast heel gezellig. Ik heb er zin in. Hier nog een tafeltje met een paar krukjes. Daar nog een paar plantjes. De koelkasten zijn gevuld. De champagne staat koud. Ik zeg, het feest kan beginnen. Want Geertje is binnen. Nou, we zitten heel gezellig even bij mij in de tuin met de productie van de Maassinger. Kijk, Kalle Boshart. Je had zo trek in kaas. Ik zeg, nou, die kun je krijgen. Nou, dank u wel. Ruben, Jeroen van de Boom, gezellig, Hans. Allemaal lieve mensen die ons... Ah, kijk, Monika Geus. Wat is dat toch knap. En daar zit de buurman met zijn zoon en nog twee lieve met de productie en Mies. En gezellig. Ah, jongens, we hebben het heerlijk. Het is een prachtige avond. Het is... Meneer Jeweling, kunnen we misschien nog een kleurstukje kaas eten? Wat is het goudse Alkmaarse, wat is het Leerdammer? Nou, het is niet doorheen te komen. Kijk, Ruben. Je weet, ik ben een wijnliefhebber. Ik hou van champagne, jij ook. Ja. Ik denk, weet je wat ik ga doen dit jaar? Ik ga druiven kweken. De oogst is... Voor jezelf. Oh, Chateau Joling. Dit zijn de trossen die het gehaald hebben. Okay. Het zijn precies warme trossen. Trossen. Die is wel mooi. Ja, het is... ik heb hier nog ergens twee hangen erin. Oh, hier ook nog een tros. Maar ik kan hier natuurlijk geen wijn van maken. Dus... Want? Nou, de oogst is oké okay voor mij. Hier is Jeroen! Meer, maar het is niet even wat zachter, want het was een video geclaimd. En ik weet het niet, maar... Hij heeft die rechten niet. De druiven zijn zuur. Dus ik ga het niet doen. Maar laten we deze fles zien. Chateau Joling. Chateau Joling, Chateau Joling. Joling. Het gaat eruit. Ik kom vandaag bij de mensen thuis om een mopje te zingen. Vandaag ben ik bij de familie uit hier. Joling. Joling thuis. En ik ga lekker wat nummers van mezelf zingen. Kijk er mee. Nu nummer 4. Einde vlog. Ik sta hier met alle knapste influencers van Nederland, Monika Geuze. We gaan een beetje in rook op, zie ik nu. Nou, even een uurtje op de handrem gestaan. Ging hartstikke goed. Het is morgen heel druk. En maandag, want we moeten 4 programma's opnemen. Al wat een jaar. En dat is best pittig. Dus dan moet Geertje fit zijn. Nou, we hebben weer even de buik erin gegooid hoor. Even een uurtje staan te knallen. Cheerio. Groetjes van Geer. En hartstikke bedankt weer voor alle reacties. En zoals je weet kun je me overal volgen. Instagram, Instagram Story en Facebook, Twitter, natuurlijk TikTok. Maar ook natuurlijk alle andere
ja, wat zal ik zeggen, YouTube-kanalen die ik natuurlijk heb. Ja, om misschien leuke clipjes te zien of oude filmpjes of oude concerten. Dan kun je gewoon naar mijn eigen vlog gaan of gewoon www.gerardjoling.nl en dan kom je altijd ergens terecht. Nou, ik wens jullie een fijne week. Ik ga weer heel veel televisie opnemen deze week. Ja, het is echt gigantisch druk. Maar het zijn allemaal superleuke programma's. En de Maassinger wordt gigantisch. Al wat een jaar is helemaal te gek. En ik word er zelf heel blij van. Ik wens iedereen een fijne week. Groetjes van Geer. Doei.